Hoi en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Dit wordt niet een standaard Ups & Down. Dit is een Ups & Down, eigenlijk een soort van maandvlog. Waarin ik eigenlijk gewoon deze maand de bijzondere dingen laat zien. Want ik hou een maandje vakantie. Dus bij deze. Carnaval is geweest. We hebben gisteren een gesprek bij Kentalis gehad voor Liam. En vanochtend heb ik de nieuwe schoentjes opgehaald van Jordi. En dat zijn deze vet coole All-Stars. Neppe All-Stars, weliswaar. Ze zijn volledig van leer. Hij heeft ook al een stuk mee gelopen. Hij heeft ze al een uur aangehad. Kijk eens, Liam. Papa cadeautje. Liam. Kijk eens. Papa cadeautje. Wauw. Wat is dit wel? Ja, wat zijn dat toch, hè? Kun je me helpen? Oh, goed. Wat zijn dat? Wat zijn dit? Zullen we dus gaan onderzoeken wat dat zijn? Nee, waar? Het zijn stapstenen. Maar kijken. Wauw. Nee. Oh mijn god. Ik had het al verwacht. Goed zo. Goed zo. Nee, opstaan, schatje. Goed zo, kun je opstaan? Goed gedaan. Wauw. Zet je die even goed voor dat hij daar op een van de stenen staat. Ja, ik ga er maar op staan. Ik kan er ook op zitten. Ja, vind je het leuk? Ja, vind je het zo leuk? We hebben ook slingers opgehangen. We hadden een paar slingers opgehangen, hè? Ja. Wauw. Zoals jullie zagen, deze grote vent is jarig. Papa die is de huisartsenpost aan bellen, want die heeft weer keelontsteking. Dus ja, ik heb gisteren mijn nagels even gedaan. En vandaag komt een vriendin op bezoek. De verjaardag van Liam, Sam en Jordi vieren op een ander moment. Alles tegelijk, zodat de drukte er niet zo is. Een vriendin van mij komt vandaag wel. Heb ik nou serieus? Ja, ik heb snot. Dat. Ik ben wel verkouden, maar ik heb niet zo als wat Niels heeft. Want Niels heeft echt witte plekjes in zijn keel. Ik heb geen keelpijn, niks. Dus ja. Mijn vriendin van mij komt vandaag dus. En gaan we een leuke dag mee hebben. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Hiep de piep de piep! Hoera! Hiep de piep! Hoera!
Goed zo! Yay! Hi. Wil je lekker glijden? Wat is op voor je hoofd? Wauw. Gisteren is Liam natuurlijk jarig geweest, dus er moet ook getrakteerd worden. Dus wat doe ik? Ik heb bij de IKEA van die vingerpopjes gehaald. Daar heb ik zo'n blaasding en krentjes bij. Dus dat is wat ik trakteer voor Liam. Voor Sam trakteren we hetzelfde, dat is het makkelijkste. Het zijn twee verschillende groepen, dus dat is prima. Dan ga ik even verder maken. En dan laat ik het eindresultaat wel zien. Jordi is weer ziek. Die is vandaag naar de huisartsenpost geweest en heeft kinderarts gezien, et cetera. Dus die is nog steeds wakker. Maar daar is Niels mee bezig. Ik heb ondertussen voor de kindjes alles klaar voor morgen voor Liam te trakteren. Hier zitten dus krentjes in, een fluitje in en een vingerpopje. Die heb ik bij de IKEA gehaald. Hier zit een muisje in. Hier zit weer een leeuwtje, denk ik. In ieder geval, ander weetje. Er is in ieder geval, voor iedereen wat. Voor de juffen heb ik een zak Celebrations gekocht. En die heb ik daarin gedaan. Met drie juffen, meen ik. Sowieso heeft hij twee vaste juffen. En één juf die roleert, dus dan moeten ze maar kijken wat ze doen. Ik vind het allemaal wel prima. Ik heb mijn best gedaan, meer kan ik niet doen. Ik ga nog heel even wat dingetjes opruimen. En dan is het alweer tijd dadelijk om naar bed te gaan. En hopelijk hebben we nachtrust. Want vannacht was het niet veel. We hebben Liam op school opgehaald. Hij heeft getrakteerd. Ze vonden de tractaties helemaal leuk. Dus dat is mooi. Sam ligt op bed. Jordi ligt hier op de bank te slapen. Liam ligt lekker op de bank. En hij heeft deze gehad. Van Boomba. Wat leuk. Hij was helemaal trots. Dus daar zijn we blij mee. Ik heb nog wat tractaties mee teruggekregen, omdat er niet genoeg kindjes waren. Er waren ruim voldoende tractaties, dus dat is goed. We gaan zien hoe en wat en et cetera. Jordi brengt momenteel niet in beeld, want Jordi ziet er gewoon echt slecht uit. Ik ga hem daarom niet in beeld brengen. Zo dadelijk heel even eten en dan zien we het al weer. Liam. Ben je daar? Liam. Die gaat daar recht op je hoofd vallen, hè? Dat bedoel ik. Oké, ik ga jullie heel even bijpraten. Wij hebben zaterdag een hele leuke dag gehad. Liam was jarig, een vriendin van mij is met haar kinderen geweest. Alles ging gewoon gezellig en goed. Tot 's avonds. Jordi is naar bed gegaan en hij is 's avonds
ja, gewoon niet goed geworden, heeft overgegeven. Had zoveel buikpijn, zoveel uitgepoept en alles. Dus wij dachten van, hè, misschien was het dat dan. Dus we hebben hem zo gelaten, de hele nacht met hem opgezeten in principe. Niels was op dat moment ook niet lekker, die had weer een keelontsteking. Dus hij is 's nachts ook nog naar de huisartsenpost geweest. Voor zichzelf. En de volgende ochtend dat Jordi wakker werd, zat hij allemaal onder uitslag. Had hij koorts. Allemaal rare dingen had hij. Had zijn ogen helemaal bloed doorlopen, et cetera. Dus ik heb maar weer de huisartsenpost gebeld en gezegd van, luister, dit is niet goed. Ik wil dat hij nagekeken wordt. Toen is er een kinderarts bij betrokken en die heeft hem nagekeken. En zij dachten aan een virus, waarvan ze niet echt wisten van welk virus of wat dan ook, maar ze dachten aan een virus. Zondagnacht weer pikant, de hele nacht met hem opgezeten. Afgelopen nacht heeft Niels bij hem geslapen, want hij wil gewoon niet alleen zijn. Hij voelt zich eigenlijk gewoon zwaar beroerd en niet goed. En vanochtend toch maar Liam naar school gebracht en ik bel op een gegeven moment Niels op. Ik zeg, dit is niet goed. Hij had een hele dikke lip. Er komt van alles bij. Ik zeg, dit kan gewoon niet. Toen zegt hij, nou dan bel maar het ziekenhuis op. En dan zeg maar dat het gewoon niet verbetert, maar verergert. Dus dat heb ik gedaan. En nou is Niels in het ziekenhuis met Jordi. We weten niet wat er is. We weten niet wat hij heeft. Donderdag zou hij eigenlijk een botox-opname hebben. Die heb ik afgezegd, want ik zie het niet gebeuren. Maar ik ben wel van mening dat er meer aan de hand is dan alleen een virusje. Dus, ja. Ik ben mijn eigen serieus zorgen aan het maken. Ben ik niet snel, maar ik ben het toch echt, ik weet niet. Ik weet gewoon echt niet op dit moment. En het liefst had ik nu ook gewoon in het ziekenhuis gezeten, maar dat kan niet. Dus ik heb Liam opgehaald van school en Sam ligt nu op bed en Liam ligt hier nu lekker op de bank. En er komt weinig uit mijn handen, omdat ik ten eerste heel moe ben en ten tweede, ik maak me zo verschrikkelijk veel zorgen. Dus dat. Dan is het alweer de volgende dag. Jordi die is gisteren thuisgekomen. Bloeduitslagen zagen er niet super goed uit. Ik heb vanochtend met spoedarts contact gehad. En hij is nu weer naar het ziekenhuis met de mogelijkheid tot opname. Want Jordi wil niet meer eten. Dus dat. Ik kan er ook niks aan doen. Nou, we weten wat Jordi heeft. Zo goed als. Niels die is nu natuurlijk met Jordi in het ziekenhuis. Jordi heeft de ziekte van Pfeiffer. Ik zelf heb de ziekte van Pfeiffer al gehad. Dus ik heb al heel veel antistoffen ertegen. Dus ik heb daar niet in die zin zoveel last van. Meestal krijg je het één keer heel erg. En dan heb je er niet meer in die zin dat je het zo hebt. Waar hij het vandaan heeft, dat weet niemand. We gaan het zien. Voor nu is het in ieder geval even kijken wat werkt voor Jordi, omdat hij natuurlijk moet eten. Hij heeft zwaardere pijnstilling, et cetera, gekregen voor zijn keel. Hij heeft net wel wat gegeten, dus het eerste in aantal dagen dat hij heeft gegeten. Dus het doet wel degelijk iets, de pijnstilling. Dus dat is goed. Ik hoop dat ik hem weer zo snel mogelijk thuis heb. Een opname wil je natuurlijk nooit. Dus dat is één ding dat zeker is. Ze moeten nog wachten op een bloeduitslag. En dan kan het voor 100% bevestigd worden. Dus misschien dat hij vandaag al wel weer naar huis komt. Misschien morgen, we gaan het zien. Inmiddels zijn we weer een dag later. Jordi die heeft gisteren pijnstilling gekregen en de hele rattenplan. En mijn voorwaarde was om hem thuis te kunnen hebben drinken. Hij moet kunnen drinken. In ieder geval vocht binnenkrijgen. Dat is met pijnstilling is dat gelukt. Dus hij drinkt nu ook.
Vanmiddag mag hij daarom ook weer naar huis, want dat was mijn voorwaarde. En thuis genees je toch het beste. Betekent dit dat het nu beter gaat met Jordi? Nee, nee. Dat is totaal niet het geval. Hij is nog steeds heel ziek. Maar we krijgen in ieder geval vocht binnen. En dat is belangrijk, dat hij niet uitdroogt. En dat is ook wat ik met de spoedarts had afgesproken. Hij is ook echt heel ziek, dat zeiden ze ook. Hij is echt heel ziek. Maar thuis, in je eigen omgeving, genees je toch het beste. En vooral met Pfeiffer en de symptomen van Pfeiffer is dat zo. Dus dat is helemaal goed. Het gaat voorlopig nog wel even zwaar worden. Pfeiffer is niet, zeg maar, vandaag op morgen over. Dat heb ik zelf ervaren in het verleden. Dus hij gaat hier nog wel even last van houden. En dat is prima. Maar ja, dat betekent wel dat hij vandaag naar huis komt. En ik ga hem pas weer in beeld brengen op het moment dat de zwelling die hij in zijn gezicht heeft, wat is afgenomen. Dus dat. Eerder komt hij ook niet in beeld. Ik vind ook niet dat dat de bedoeling is. Dus of jullie zien hem vanuit zijn rug, maar in zijn gezicht gaan jullie hem momenteel niet zien. Want dat is niet een beeld die ik op camera wil hebben en op het internet. Dus vandaar. Dus als jullie hem zien en jullie zien hem alleen van de achterkant, dan is dat wat er gefilmd wordt. Dus dat, we hebben wel gewoon Liam naar school laten gaan. We hebben alles zo normaal mogelijk laten gebeuren voor die twee kinderen. En dat is ook gewoon helemaal goed. Ik heb mijn zenuwhoesje terug. Omdat ik dus zenuwachtig ben voor het feit dat Jordi naar huis komt. En dat is niet dat het niet goed gaat hoor, maar dat is een reflex van mijn lichaam. Dus ik blijf nu hoesten ook. En dat is niet erg, dat mag. Dat is prima. Dus dat. Ik heb het tentje weggehaald. En ik heb loopwagentjes teruggezet. Dus kindjes hebben weer iets anders te spelen. Ik kan nu ook heel eventjes gaan eten. En wachten met smart op mijn lieftallig kindje en natuurlijk Niels. Maar mijn kindje heb ik het meeste gemist. Niels kan ik gewoon nog spreken. Maar ja. Hè. Oh, wat ben jij lief voor je broer. Die knuffelen. En dan knuffelen, dat ben je al de hele tijd aan het doen. Lekker knuffelen met je broer. Oh, lekker knuffelen. Oh, doe je lekker knuffelen. Ja. Ja. Oei. Oei. Ik heb het weekend niet gefilmd. Hoe gaat het met Jordi? Hij drinkt. Dat is één ding dat zeker is. Gisteren heeft hij croissantje op. Avond eten wou hij totaal niet. Doet je broeie kietelen. Och, jongen toch. Maar het gaat dus nog niet super. Het gaat gewoon nog niet super. Dus vandaag blijft Liam ook thuis. Ik kijk het per dag eigenlijk even aan. Jordi zit vol met aftes is wold. En ja, dat voelt gewoon niet fijn. Doordat wij... Oh, boom. Ja. Wat? Wat? Doordat wij s'nachts ook gewoon niet goed slapen, et cetera, maken wij gewoon de keuze om Liam vandaag ook niet naar school te doen. Misschien morgen, misschien woensdag, misschien donderdag.
We gaan het zien. Morgen word ik sowieso weer gebeld door de spoedarts. Met de vraag hoe gaat het? En op dit moment kan Jordi gewoon thuis blijven. Er is geen reden om hem op te nemen. Hij drinkt gewoon, dus dat is super. Maar eten doet hij gewoon nog niet. Dus hij zal ook wel wat afvallen. We zijn er wel mee bezig. Maar elke dag croissantjes eten is ook niet echt het je van het. Dus fruit wil hij ook niet eten. Wat ik ook snap, want hij heeft al wel woordjes in de mond. Dus ja, dat snap ik. Dat dat niet fijn is. Mag ik even trots zijn? Hij heeft een heel potje op. En dan zullen jullie waarschijnlijk denken, Mandy, waarom geef je een potje? Dit is trouwens appel, perzik, mango. Deze combinatie heeft hij zowel vers als potje altijd al lekker gevonden. Ik ga jullie dat even uitleggen. Waarom een potje en niet vers? Alles wat er in zo'n potje zit, is in principe gekookt. Dus dat is gepureerd, gekookt, etc. Dus de zuren die in vers fruit zitten, die zijn dan al een hele tijd afgenomen. Zijn mond zit helemaal onder. Ik film hem ook niet nu, omdat hij... Ja, ik wil hem gewoon niet op deze manier op beeld hebben. Hij ziet er gewoon niet uit. Laat ik het anders formuleren. Als ik zo op beeld zou komen, dan zou ik mijn eigen niet prettig voelen. En... nee, dus dat wordt niet in een vlog gebruikt. Wij zullen dat ook niet filmen voor een vlog, et cetera. Dus vandaar. Maar hij heeft allemaal rondjes op zijn lippen, in zijn mond. Dat doet allemaal pijn. Dus als daar een bepaald zuur van fruit op komt, kan dat enorm branden. En als je zo'n potje hebt... Dat is in principe gekookt. Dus de zuren die daarin zitten, zijn in principe al een heel eind weg. Ze zijn er nog wel, maar dan wel echt sterk in mindere mate. En mijn ervaring is bijvoorbeeld, stel hij heeft een keelontsteking, et cetera. Moet ik hem ook geen vers fruit geven, want dan krijgt hij alleen maar meer keelpijn van. Dus dan krijgt hij, zou hij iets van een meloen krijgen of een potje. Dus daar is over nagedacht. Het liefst geef ik hem vers fruit, hè. Oh, het liefst doe ik dat. Alleen in dit geval is dat gewoon eventjes niet mogelijk. Dus dan doen we het met een potje. Maar ik ben er hartstikke blij, want dit is het eerste fruit wat hij sinds anderhalve week binnen heeft gekregen. Eerder wou hij gewoon niet. Eerder was het gewoon echt gewoon schreeuwen. Gewoon van pijn en alles. Dus ja, ik mag even blij zijn. Even trots zijn. Straks doen we even een boterham proberen met smeerkaas. En dan kijken we weer verder. We blijven proberen, dat sowieso. Alleen ik kan hem niet dwingen. En dat is ook wel weer iets. Goedemorgen. Inmiddels zijn we weer een dag of wat verder. En ik hou op dit moment ook helemaal niet bij wat ik vlog, wanneer ik vlog, et cetera. Dus datums, dagen, kan ik je echt niet vertellen. Ik film natuurlijk niet Jordi's gezicht momenteel, omdat zijn lippen gewoon echt, ja, het ziet er gewoon niet uit. Maar wat ik wel kan laten zien is, het zit altijd onder bloed. Dus, dat is op dit moment aan de hand. Het is gewoon echt kapot. Het is pijnlijk, het ziet er niet uit. En dat het er niet uitziet, dat maakt nog niks uit. Maar gewoon het feit dat het zo pijnlijk voor hem is. Dat vind ik zo erg. Dus ja. Dat. Ja. Het loopt zoals het loopt. Ik heb er net met moeite wel wat drinken ingekregen. Maar hij is vannacht ook weer gespookt. En ja. Het is gewoon niet leuk. Dus. Maar goed. Ik ga even die flessen afspoelen. Of in ieder geval zijn flessen afspoelen. En zorgen dat hij schoon is, want ik vind dat maar niks als hij elke keer een bebloede fles terugkrijgt. Dat is gewoon niet de bedoeling. Dus ik ga deze schoonmaken en zorgen dat dat er klaar staat voor de volgende fles. Iets wat ik wel heel even wil benoemen, is dat nu is Jordi dan ziek. En het is erger als dat hij normaal ziek is.
En dat hebben vrienden van mij ook door. En die hebben ook door dat het op mijzelf, lichamelijk enzovoorts, een, ja, dat dat problemen geeft. En ja, dat het je opbreekt en alles. En ook het feit dat Jordi gewoon ziek is, daar geven ze ook heel veel om. En het lijkt wel alsof ze het hebben afgesproken, hoor. Want ik heb eigenlijk vrijwel elke dag een andere vriend of vriendin aan de lijn. Dat hebben ze niet afgesproken, maar zo werkt het gewoon met de vriendschappen die ik heb. En de meeste ken ik gewoon tussen de 10 en de 15 jaar al wel. Dat zijn echt al lange vriendschappen. En eentje ken ik er dan iets over een jaar, maar dat is ook gewoon een prima vriendschap en dat is ook gewoon goed. Maar juist op de momenten, ze hoeven niet te komen, hè? Oh, als ik wil, staan ze hier met een heel leger aan mijn deur. Als ik dat wil. Dat wil ik niet. Dat hoeft van mij niet. Dat is niet nodig. Maar als ik ze nodig heb, zijn ze er wel allemaal stuk voor stuk. En allemaal op hun manier. En dat is echt heel waardevol. En vooral als je een kindje hebt, zoals Jordi. Dat is gewoon heel waardevol. Dat is gewoon een feit. Ze weten ook wel dat Liam bijvoorbeeld best veel energie vraagt. Dus ze vragen ook echt specifiek aan mij, hoe is het nou met jou? En ze zijn ook benieuwd naar Jordi, hoor. Dat sowieso. Maar ze weten ook dat het zwaar is. En het is heel mooi om te zien dat je zulke vriendschappen hebt. En je hoeft elkaar niet dagelijks te spreken. Of wekelijks te spreken. Zonder dat je weet. Zodat je, ja, je weet dat het goed zit. Je weet gewoon dat het goed zit. En als ik ze allemaal nodig heb. Of ik heb een specifiek iemand nodig. Of wat dan ook. Ik hoef maar te roepen. En ze staan er. En dat is het fijnste. Maar dat is andersom ook, hè. Als ze mij roepen, sta ik er ook. Alleen ik film zulke dingen niet voor de vlog. Om, ja, gewoon puur en alleen omdat dat gewoon privacy is naar mijn vrienden toe. Sommigen willen dat ook niet. En daar heb ik gewoon hele grote respect voor dat ze dat niet willen. Sommigen geven er niks om, maar dan vind ik het moment zelf te speciaal. Of gewoon even tijd voor elkaar hebben of wat dan ook, dan moet je niet altijd de camera bij pakken. Dus dat. En die momenten die heb ik de laatste dagen vaak aan de telefoon beleefd. En dat is wel heel mooi om zo'n achterban te hebben als die we hebben. Daar hebben we echt heel veel geluk mee. Dus buiten om de hulpverlening die we hebben voor Jordi, momenteel ook voor Liam, hebben we die ook zeker vanuit onze vrienden. En vanuit mijn ouders enzovoorts. Het wordt hier steeds gekker. Hij denkt bij zijn eigen, laat ik mezelf maar eens inpakken. Hij doet maar. Dit was een gedeelte van de vakantievlog. En er komt nog meer aan. Maar dat komt over een paar dagen weer. Ik ben nu alles een beetje aan het editen en aan het doen. Dus ja, bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.